Deze draak is gemaakt door Thelma Miel. Een Nederlands artistiek duo bestaande uit Thelma Pieper en Miel Kreutzmann. Op de NDSM-werf hebben ze verschillende kunstwerken staan. Eén van de kunstwerken ben je al tegengekomen op deze route. Het kunstwerk van Eberhard van der Laan. Ze staan bekend om het maken van indrukwekkende muurschilderingen en schilderijen. Die worden gekenmerkt door de combinatie van hyperrealistische en abstracte elementen. Waar deze draak precies voor staat, weet ik niet. Maar het werk van Thelma Miel heeft me altijd gegrepen. Let eens op de details en de tegenstellingen die ze gebruiken. De laatste stop is Pompet, waar je het werk zult zien dat ik voor Duvel heb gecreëerd.